Ik had vandaag een lezing voor de studenten en een vergadering met de studenten over de nationale stereotypen. En dat is een lezing, een vergadering van de serie over de nationale stereotypen van alle naties. En deze keer was het alles over de Nederlanders. En als en zoals altijd maak ik een vergelijking en ik spreek over de verschillen tussen de actuele groep en de studenten van een jaar geleden. Een jaar geleden, de studenten die ik daar had, concentreerden zich vooral over zulke zaken als, als de Nederlanders worden genoemd als een praktisch natje. Een natje die alles doorvoeren kunt wat gepland wordt. Deze keer, deze studenten, de actuele groep, concentreerde zich en heb vooral genoemd zulke zaken als de relatie tussen de Nederlanders en de andere naties. De gecompliceerde relatie met de Duitsers, met de grote buurman, die heel vaak vijanden waren natuurlijk, en met Indonesië ook gecompliceerde relatie, en met de Engelsen relatief probleemloze relatie deze keer. Bij deze groep en de groep van een jaar geleden hebben veel gesproken over zulke zaken typisch voor de Nederlandse maatschappij als deze beroemde categorie gedogen. Gedogen dat betekent dat is heel vaak gezien als een bewijs van de Nederlandse liberalisme. Maar dat is meer een symbool, een symbool dat de Nederlanders, wenn de Nederlanders weten dat zulke antisociale elementen, antisociale fenomenen niet gestopt worden kunnen, dan de accepteren deze antisociale zaken. Dat is deze categorie, dat betekent deze categorie gedogen. Dat is niet, dat niet betekent dat die tevreden met deze antisociale Elemente zijn. En in gezelligheid, ja, de Nederlanders als heel vriendelijk voor alle mensen die Nederland bezoeken. Aha, dat wat ik gezegd heb over de Nederlandse gedogen, dat betekent niet dat alle Nederlanders zo liberaal zijn. In elk geval, wij kunnen over Den Haag bijvoorbeeld zeggen dat die mensen die in Den Haag leven, wonen zijn typisch
liever conservatief als liberaal, bijvoorbeeld. Gedogen is een... gedogen is een vorm van politie, niet van ideologie.